Dit is absoluut de ultieme krachtmeting natuurlijk. Ajax dominant geweest de afgelopen jaren. Vorig jaar PSV kampioen geworden. Die staan nu op een afstandje. Het voetbal wordt weer helemaal zoals het vroeger was. Hè? Dus Feyenoord en Ajax domineren. En ik moet zeggen, Feyenoord heeft wel een hele fijne flow te pakken. En bij Ajax zoeken ze natuurlijk nog altijd naar de ideale spits. Ze winnen hun wedstrijden prima, maar ik denk niet dat ze zelf heel erg tevreden zijn over het spel. Dus ja, bij Feyenoord zeggen ze, deze wedstrijden komen precies op het juiste moment. Ja, Feyenoord heeft zelfs waarschijnlijk de topscorer van de Eredivisie, Dirk Kuyt. Hoe is het mogelijk? 35 jaar. Dan kan je twee kanten op. Je kan zeggen, Dirk Kuyt is helemaal geweldig. Die neiging heb ik zelf een beetje om te zeggen. Maar je kan ook zeggen, ja, als je als 35-jarige spits, je staat niet eens in de spits, in de Eredivisie topscorer kunt zijn. Dat zegt ook misschien wel wat over onze Eredivisie en hoe eenvoudig je je erin staande kan houden. Hè? Ongelooflijk, want dat zie je vaak aan de topscorers in de Eredivisie. Als die dan naar het buitenland gaan, je hoort er nooit meer wat van, bij wijze van. Dus we moeten ons ook blijven zorgen maken, denk ik.